Begin 2014 reizen jonge voetballers van Union Nijmegen een week door Kenia. Ze komen geld brengen, zelf ingezameld, voor een nieuwe bibliotheek in de sloppenwijk van Nairobi. Maar ze bezoeken ook Football for Water projecten. Ze voetballen met Keniaanse leeftijdsgenoten en ze bezoeken een Nederlandse rozenboer. Voetbal en water door de ogen van 15, 16 en 17-jarige voetballers. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ja, alles tegen. Ik denk niet dat wij tegen het weer kunnen. Ja, we kunnen het. Het klinkt dus waar, maar. Er zijn 6 wissels, hè? Ik heb er wel vertrouwen. Ja, dat is het zo. 6 wissels. Maar ja, ik weet niet. Zullen we voetballen? Hey, jongen, even daar kijken. Ja? Ja. Ben je niet een beetje bang voor de fysieke... Nee, ik ben nooit zo bang. Ik ben nooit bang. Nee. Ja. Met voetbal ben ik nooit bang. Serieus niet. Even kijken. Oh, ja. Zo. Een gat in de grond. Ik denk dat ik toch nog even niet naar de wc ga hier. Hukken. Ja, ook zo. Hukken gewoon, denk ik. Ik denk als ze echt grote boot. Oh nee hoor, niet voor te stellen. Merk het dan. Dit wordt denk ik ook niet afgevoerd, of wel? Het zit, valt gewoon hier in een gat en dan. Zo, zo. Ja. Yes, vrienden. Jongens, we gaan bij elkaar weer. It's for the this library, so we can spend in. In new books. We collected the. What we think a really nice amount of money. We collected 5,515 euros for the new library. They have been using this and this way of toilet from way back to now. Even way back it was worse because in way back they didn't have this idea. They used to use paper bags, and after using paper bags someone and throws. And when it just goes anywhere. But now it is better, at least for them this is better. For them this is better because this is better than using papers or just somewhere. For this area, the tap that is near, it is up there. So for one to get water, if you're like someone who's living here, you'll have to go up that way, up to the tap, then back this way. When you want water, you have to pay for the water. Yeah, 20 liter you pay for 2 shillings. Ik vroeg ook van of ze dan als ze vuilnisman hier hadden of zo. Maar ja, die hebben ze wel, alleen die komen dan niet hier of zo. Die blijven dan alleen een beetje in het centrum om het daar schoon te houden. Maar ja, om hier dingen schoon te maken, daar gaat, dan ben je wel heel lang mee bezig als je dat wil doen. Oh, help. Health is a very important thing in human life, and what can we do to be healthy? Always take a bath, always brush our teeth, always comb our hair, always do some exercise, and always be tidy. If we are healthy, we are energetic, cheerful. Everyone would want to be like you. So, be clean. And remember, cleanliness is next to godliness. Regards. Nou, we hebben natuurlijk al wel wat kinderen ontmoet en zo, maar het zijn nu wel heel veel kinderen samen en die allemaal heel enthousiast zijn, dus dit is wel even nieuw voor ons. Zijn we aan het voetballen nu? Ja, ik vind het wel leuk. Laat eens even wat skills zien. Is er, for example, better hygiene now the new toilets are here? Yes, better hygiene. Those toilets help us to add more and more hygiene. And you are in the health club? Yes. Can you explain what it is? We make sure that the compound is spotlessly clean, the toilets are clean, the gardens
are well planted, the classes are clean, everything is in order. We don't have water in the compound. Yeah. And they bring it from home? From their home. They live around. Okay, yeah. And there's water? There is tapped water. We also used to have a tapped water in the compound, but the bill became so high. Yeah. You know, this is a government school. So for us to pay the bill, it has to come from the government. But the government has not been giving us enough money to pay. So the bill has actually gone high, very high. And so they came and disconnected. Okay. Maybe I can harvest water if I have money to buy tanks, because we have the roof. We are going to have long rains up to May. Wordt mijn eerste foto op reis. Wel een mooie. Ik geloof niet dat ze niet wisten wat ze moesten doen, want ik ben ook op scholen geweest waar juist de wc's nog niet aangesloten waren en zo, maar waar wel de kinderen liedjes zongen over dat ze precies wisten hoe ze hun handen moesten wassen en dat ze iedere dag in bad moesten en zo. Dus ik geloof wel dat dat wel aardig verloopt. Can you drink it? No. You find that most of the area, the underground water is salty. So they are forced to take it or get water from the river, of which most of the homes are like 6 plus kilometers away from the river. So they get the river, treat it, and others take it without treatment. Ja, een beetje koeienwater. Smaakt naar ijzer. Ja, ijzer, ja. Je proeft de pomp. Ik weet niet of het echt zuiverd en zo is. Maar ik proefde in ieder geval heel zout en een beetje, ja, smerig. Niet dat ik zo graag uit de kraan bij ons thuis zou drinken. Ja, nu gelukkig lekker water. We moeten wachten, hè? Ja, dat is ook alweer. Ontslaan. Even de smaak wel goed, ja. Ziek. Allemaal libelles. Wij kunnen zelf het water uit de kraan niet drinken. Daar zijn die flesjes dus voor nodig. Maar dan valt je wel op hoeveel dat er ook zijn. Wij hadden dan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi en wij dronken dan de flesjes leeg, gooiden ze op de grond en dan kwamen allemaal die kinderen ze oprapen en zo. En dan zag je ze even later gewoon met een ander flesje weer er lijm in hebben en dan zaten ze daar op te snuiven en dan werden ze een beetje high en zo. En, ja, vond ik best wel heftig, ja. Misschien klinkt het raar, maar het wordt wel hergebruikt. Maar ja, het is niet logisch of zo, maar ja, ik weet niet helemaal. If you go to your home, after a match, are you able to douche or shower? To take a shower? Yes? And how long does it take? How long are you taking a shower? About 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. You can take a shower for 20 minutes? Ja! Ik had dat verwacht dat als ze thuis kwamen, dat ze gewoon niet konden douchen of dat ze ook niet konden drinken wanneer ze wouden. Dat het echt gewoon minimaal was, maar dat had ik niet verwacht. Nee. Ik wist dat Nairobi wel nat was, maar ik dacht dat er buiten vooral woestijn was en zo. Dus toen wij in Kisumu waren en het opeens een stortbui uit de regen kwam, uit de lucht kwam, waardoor alles gewoon helemaal blank stond, was ik best wel verbaasd van de hoeveelheid water die je eigenlijk wel kan hebben. En dat viel me echt op en dat ze daar misschien, ja, weinig gebruik van maken.
omdat er toch heel veel mensen zijn die slecht drinkwater hebben. En het komt gewoon uit de lucht vallen eigenlijk. Water is hier gewoon een heel groot probleem, omdat ene moment is er water in overvloed en hebben ze daar juist last van. En het andere moment is er weer water te weinig en dan hebben ze weer niet genoeg water om dat te drinken en is dat niet goed voor ze. En dan ontstaan er ziektes waardoor ze daar ook weer heel veel last van hebben. Dus ja, er zijn hier gewoon veel problemen. As it floods, also some toilets overflow. So in total flows, you can just imagine of the situation all the just get spread within the community. But on our way, we saw them, the Kenyan people making new roads and stuff. But isn't this the dams? Aren't they more important than a road? Or okay, that's to the government. You see, maybe they consider the roads for transport and connecting people and regions is important. Dat is wel waar. Een weg is heel belangrijk voor de economie. Ik zou je niet meer zeker, je moet maar gokken. De regering die wil denk ik ook niet aan zulke kleine dingen dan hun geld aan geven. Ik denk dat ze eerder, want die willen eerder veel meer welvaart in hun land hebben en zo. Dus dat ze eerst gewoon de goede wegen aanleggen en zo. Ja, dat komt wel van de Chinezen toch, omdat die fabrieken hebben. En die geven dan in ruil voor dat ze hier goedkope fabrieken neer kunnen zetten, dan geven hun de overheid geld om die wegen te bouwen. Dan wat ze produceren uit die fabrieken, kunnen ze ook makkelijker vervoeren. Over die wegen rijden ook vrachtwagens volgeladen met rozen naar het vliegveld. Minstens 3 vrachtvluchten met bloemen uit Kenia landen er per dag op Schiphol. Daaronder ook de rozen van Joost Zuurbier, die nu al bijna 10 jaar een kwekerij runt aan Lake Naivasha. Dus dit blok is ongeveer 9% van ons areaal. Om rozen te kweken is veel water nodig, wel 5 liter per bloem. Water dat voor een deel dus uiteindelijk in de bloemen meereist het land uit naar Nederland. Kijk, dit zijn die bomen die je had in Zoet Tycoon kon kopen. Ja, klopt. Ja, ja dit zijn de goedkoopste bomen in Zoet Tycoon. Ja. En nu snap ik ook waarom, want ja, die zebra's die houden er gewoon van. Ja. Dus je kunt niet zomaar overal in Afrika ook rozen gaan kweken. Eigenlijk op veel plekken gaat het gewoon niet. En jullie zitten ook allemaal gecentreerd rond het meer dan? Waarom? Want we zijn ook bij andere meren geweest, bij Nakuru en bij Kisumu zijn we weer meer. Daar zag je ze nauwelijks. Nou, Kisumu ligt al een stuk lager, denk ik. Kisumu heb je ook al malaria, dus dat ligt denk ik, het niveau daar is ook veel warmer, denk ik, ja, dan hier. Het is iets warmer. Ja, dus dat is niet geschikt voor rozenteelt. Nakuru is een zoutmeer, dus veel Rift Valley meren zijn zout, dus daar kan je niks mee. Op andere plekken kan je ook wel rozen telen en dan pompen ze water uit bronnen. Dat gaat ook prima. Dingen die je nu doet, dat het water naar het dorp blijft. Zou je het goed vinden als dat soort dingen verplicht worden, omdat dit soort grote bedrijven toch al water pompen? Dat je als boer, omdat je gewoon zodanig veel hier van het land benut, wat gewoon hier Kenia is, dat je daar een stukje aan teruggeeft als het ware aan de bevolking hier? We geven het nog steeds gratis weg, maar ik heb nog als doel, ik hoef er eigenlijk helemaal niet mee te verdienen, maar het is wel beter voor het onderhoud en voor de bewustwording van de mensen is het wel beter als je er toch een waarde aan toekent. En ik kan er ook niet elke dag met het water bemoeien. Als iedereen die rozen koopt het vanzelf goed. Ja. Als iedereen die rozen koopt, komt het vanzelf goed, zegt de rozenkweker. Wat denken de jongens zelf na een week in Kenia? Is het realistisch om te denken dat in de toekomst dat er veel meer drinkwater is hier voor de mensen? Of heeft iedereen zoiets van het zal me wel hetzelfde blijven, want zoals de situatie die nu voor ligt, zal het in de toekomst ook wel blijven? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het nou nog wel een tijdje zal blijven. Alleen die jeugd nou, ik denk als ze een politieke willen, hun zien allemaal wel hoe het nou allemaal werkt en zo en dat het niet goed is. Dus uiteindelijk denk ik wel dat er verbetering komt. Behalve als ze allemaal krup lijken dan niet. Dus, ja, ik denk, ik zeg dat over, niet in de korte termijn, maar wel bijvoorbeeld over 40, 30 jaar dat er dan verbeteringen komt.